Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb bij me Daan, maar die zit bij de andere camera. Dus die, die zien jullie op een apart beeld. Dat komt natuurlijk omdat het coronatijd is en anderhalve meter afstand moeten en zeker weten willen houden. Het is wel lekker zo, je eigen aura zo. Wat gaan we vandaag uitleggen? Tenminste, ik heb aan Daan gevraagd of ze het uit wil leggen, omdat ik natuurlijk een leek ben, maar jullie wel graag verder wil helpen als je vragen hebt. Veel mensen starten met hun kinderen of kinderen willen heel graag snel starten. Dus kopen een pony en willen dan eigenlijk gelijk wedstrijden rijden. Nou zijn er heel veel verschillende vormen van wedstrijden rijden. Je kan natuurlijk FNRS rijden. Ja. Je kan KNS rijden. Kan ook. Je zou onderling kunnen rijden. Ja. Je kan gewoon verschillende disciplines kun je rijden. Ja, je kan clinicjes rijden. Er zijn in ieder geval heel veel mogelijkheden. Ja. Je hebt in de KNS de BB. Ja. En wat houdt dat precies in, de BB? De BB is eigenlijk een soort instapklasse. Dat je kennis kan maken met de KNS-proeven. Die worden wel ook echt beoordeeld als de proef. Maar nog eigenlijk net niet zo streng als een BLM of hoger proef. Dat je daar eigenlijk een beetje kennis mee kan maken met het proefjes rijden bij de KNS. En dat ze daar eigenlijk vooral proberen, de meeste juries, positief commentaar te geven om je verder te helpen bij de volgende keer. Dus eigenlijk meer om een beetje enthousiast te worden voor het rijden van proefjes. Ja. Nu heb ik gemerkt dat het eigenlijk ontzettend lang duurt. Heel erg lang. Veel langer dan dat je zou denken of dat ik gedacht had. Voordat je eigenlijk in staat bent om een fatsoenlijke B-proef te rijden. Hoe komt dat? Daar zijn natuurlijk een heleboel factoren belangrijk bij. Dat is ook hoe jij als combinatie met je pony samenwerkt. En natuurlijk ook de combinatie met jou en je instructrice. Er zijn ook een hoop instructeurs of instructrices die zeggen: start maar gewoon, kijk maar hoe het gaat en dan gaan we daar wel op inspelen. Maar ik zelf wil heel graag dat het eigenlijk thuis bijna iets beter lukt en voor elkaar is als wat je in je proefje zou willen laten zien. Dus stel dat je thuis traint op, het liefst natuurlijk 100%, maar dat zal niet altijd lukken, op 80-90%. Dan zou je op wedstrijd in je stresssituatie zou je 60-70% in het begin kunnen laten zien. Dan zit je altijd eigenlijk mooi rond winstniveau te rijden, waardoor als je op wedstrijd gaat en het lukt eigenlijk niet zo goed omdat het thuis nog niet goed genoeg voor elkaar is en je daardoor hele slechte punten haalt, dat is ook niet heel goed voor je zelfvertrouwen. Daar krijg je, daar krijg je eigenlijk commentaar bij van allemaal slechte cijfers en wat er allemaal niet goed ging. Terwijl als je zorgt dat thuis eigenlijk alles heel goed voor elkaar is, dan kan er op wedstrijd ook een keer iets fout gaan omdat je voor iets anders dan weer heel goed voorbereid bent en zo daar dat je eigenlijk je proef gaat rijden met het gevoel dat je er klaar voor bent ook. En niet dat je maar kijkt en ziet wat er gaat gebeuren. Nou, zij is Tess aan het rijden sinds ze 7 jaar is. Het kan ook jonger, heb ik begrepen. Maar leren ze dan een paard rijden of is het eigenlijk meer voor de lol? Ik denk dat het vooral heel erg voor de lol is. Het ligt natuurlijk wel ook aan hoeveel talent je hebt, hoeveel en wat voor soort paard of pony je hebt. Als je natuurlijk al een hele voorgeprogrammeerde pony hebt, is het altijd iets mooier om naar te kijken. Ik weet niet of het dan, of jij dan als kind of ruiter dan ook echt jouw pony op die manier laat lopen of dat jouw pony weet dat hij op die manier moet lopen. En dan, dus het kan natuurlijk echt wel op een veel jongere leeftijd, maar als je iets ouder bent en iets meer controle hebt over je lichaam, ben je zelf ook in staat om jouw paard of pony op een bepaalde manier te laten lopen in plaats van dat je eigenlijk mee rijdt of misschien wel meelift. We gaan even een klein stukje kijken. Nou, we hebben hem op versneld gezet, dus wij scrollen er nu doorheen, maar jullie krijgen gewoon het versnelde beeld te zien. Van Tessa, die dan begonnen is met paardrijden en dan uiteindelijk 5 jaar rijdt. In die tijd is ze natuurlijk op een gegeven moment bij Daan terechtgekomen. En eigenlijk wil ik jou vragen om er doorheen te scrollen en hem dan op stop te zetten op het moment dat jij denkt dat het überhaupt iets met paardrijden begint te worden. Okay. Nou, dus je kan hier op play drukken en dan mag je op het onderste balkje gewoon even scrollen. Even scrollen. Handen omlaag, benen naar achteren en teugels op maat.
is natuurlijk super voor je balans. Gewoon een pony die lekker zijn hoofd op dezelfde hoogte houdt. Kijk, spelen is natuurlijk altijd leuk. Zeker als je jong bent, is het belangrijk om ook plezier te maken met paarden en ponies. Dat je niet alleen maar paard rijdt omdat het moet en omdat het goed moet, maar ook omdat je plezier hebt. Zeker als je jong bent, is het heel belangrijk dat je een pony hebt die gewoon lekker met zijn hoofdje op dezelfde hoogte loopt. En jij daar dan je eigen balans in kan vinden. En Tess gaat even letten lopen. Daar komt ze tap-tap-tap-tap ertussen. Barney denkt, ik heb helemaal geen zin om er overheen te lopen. Ik ga wel los. Nou, dan gaat ze weer. Ja, pop-pop-pop-pop-pop. Ja hoor. Wacht, zo. Heel even. Tess, op wie zitten we? Zit je vandaag? Zippo. Hi Zip. Nou, geen zwaaien. Zo, het is weer eens lekker aan het draven, vrouwtje. Je ziet wel meteen heel mooi dat zeker als je klein bent en je zit op een groot paard, dan is de staan-zit is natuurlijk langzamer of trager. Waardoor je eigenlijk die staan-zit mooier kunt maken in plaats van op een hele kleine hobbelige pony. Dus een paard is eigenlijk makkelijker dan een pony als je zo klein bent. Ja, zeker wel. Ik probeer er ook altijd op te letten als iemand voor het eerst komt rijden, dat je die niet meteen op je allerkleinste pony zet. Want hoe kleiner de stapjes, hoe sneller het staan en zit. En als je het nog moet leren, is het best heel moeilijk om heel snel staan en zitten leren. Terwijl op een paard of pony die grotere passen maakt, is het wat rustiger en kun je daar eigenlijk makkelijker je balans in vinden. Dit is natuurlijk super heerlijk, handenlos, goed voor je balans en we hebben plezier. Dat is belangrijk. Tessa al de hele tijd omvraagt is of ze mag galopperen. Nou, als het goed gaat, gaan we dat vandaag eens proberen. Spannend. Nou, we gaan het proberen. Tessa is lekker aan het rijden. Maar ik denk dat dit nog steeds veel plezier is. Ja, zeker. Ik wou net zeggen, met springen zie je dan natuurlijk ook. Misschien kunnen we nog wel een stukje terug. Dat bij deze sprong zie je het goed. Kijk, dat eigenlijk Sterren springt heel netjes. En Tessa gaat eigenlijk gewoon zo wii, achteraan. Terwijl als je natuurlijk uiteindelijk beter het gevoel ermee hebt. Dat je dan ook echt mooi met de sprong mee kan zitten. Ze zit nu wel meer, toch? Ik wou net zeggen, de houding begint nu echt mooi als een Amazone te worden. Door het slechte weer heeft wel 2 dagen stilgestaan. Je ziet hier wel heel mooi dat ze de houding ontwikkelt. Hals voor je uit. En die ringvinger. Thank you.
Even lekker naar buiten, lekker je hoofdje leeg. Goed zo. Je ziet hier ook dat ze al mooier met de sprong mee gaat zitten. Het is het zo leuk als het gewoon blijft doen. Rustig blijven. Naar rechts. In de F5 moet je doorzitten. Wel van heel goed doorzitten. Dat is moeilijk, hè? Ja. Doorzitten is heel moeilijk. Ja. En eigenlijk is bijna doorzitten met je beugels uit nog moeilijker. Omdat je dan geen steun hebt, ga je eigenlijk een beetje met je bovenbenen knijpen. Waardoor je juist met je billen gaat stuiteren. Dus eigenlijk kun je het beter met beugels doen. Het is wel heel goed voor je balans, het rijden zonder beugels. Maar echt voor het begin, zeg maar, doorzitten goed te oefenen. Dat is, vroeger was dat heel normaal. Als je daar moeite mee had, ging je gewoon net zo lang zonder beugels rijden totdat je het kon. Maar er zijn, zeg maar, wel nu in de tijd, zijn ze erachter gekomen dat het wel voor je balans heel goed is. Maar echt om te leren doorzitten, dat je dan met je beugels uit juist gaat klemmen met je knieën. En dat is natuurlijk juist niet wat je wil. Nou, we zitten er inmiddels op. We zijn opgezadeld. Hier komt het monster voorbij gereisd. Zie je ook alweer dat als ze dan naar een hindernis rijdt, dat bewuster is. Hè? Dat je bewuster je pony naar een hindernis rijdt. Goed zo. De afstand maakt dan niet uit. En we hebben weer plezier. Hoop knuffelen hebben we gehad dat jaar. Ja, vind ik, maar dat is ook heel belangrijk tussendoor. Dat je de serieuze stukken ook afwisselt met de leuke stukken. Dit is de eerste keer op Blondie. Oh ja. Oh, dat was het dan. Oh, dat was de eerste keer op Blondie. Gaan we hier al spreken van we kunnen gaan trainen of zeggen we is het nog, we zitten in de plezierfase? Je zit hier steeds meer met een stukje dat ze heeft nou natuurlijk ook een leeftijd dat ze er zelf bewust over na kan gaan denken. Dus dat is 11 jaar? Ja. Waarbij je zelf ook bewuster, wat is hier wit? Gaan ja, geschoren. Dat je in een leeftijd ook zit dat je zelf dingen kan gaan voelen en ook dingen gaat begrijpen. Nu zit het in 2020, dus nu zijn we bij jou begonnen. Ja. Dus begin. Kijk, dat ziet er niet uit. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè? Op welk soort niveau je rijdt. Je doet altijd stapjes blijf je maken, dus je hebt momenten dat het heel goed gaat. Maar je hebt daarna ook altijd even een dipje. Dat is niet dat je dat alleen in het begin hebt, maar dat hou je eigenlijk altijd. Maar daar leer je uiteindelijk wel weer heel veel van om daarin bewust door te kunnen zetten en eigenlijk je doel te blijven volgen. Nou, inmiddels is Tess dus al 12 jaar hier. Nou, dit was het voor dit. Maar hier is ze dus al 12 jaar. En dit is van de week. Ja. Dus van de week, zeg maar, nu heb je de hele fase gehad. Dus als je terugkijkt vanaf welke leeftijd denk je dat ze dan meer richting trainen ging en minder richting spelen? Nou, je ziet wel zeg maar dat met zo'n jaar of 9, 10 dat echt haar houding mooi aan het ontwikkelen is. En dat als je natuurlijk zelf, hoe zeg je dat het beste? Dat weet ik niet. Niet comfortabel bent, want je bent comfortabel, maar als je zelf daar... je eigen lichaam op het paard onder controle hebt, kun je daarna ook de goede oefeningen gaan geven. Als je natuurlijk nog een beetje je handen hebt die ergens heen wiebelen of je benen die net een beetje een andere kant op gaan. Hoe meer jij daar natuurlijk op jouw bewegende paard, attribuut wil ik zeggen, dat is misschien een beetje gek. Maar hoe meer jij daar natuurlijk comfortabel mee kan gaan zitten met het bewegende iets waar je op zit, hoe beter je daarna ook dingen kunt gaan voelen, herkennen en daar ook op kunt gaan inspelen, inwerken of anticiperen. Ja, dus dat betekent dat je krijgt betere hand-oogcoördinatie, je krijgt je lichaam meer onder controle. Maar eigenlijk betekent het dus pas dat vanaf de puberteit ongeveer, iets daarvoor, dat je kunt gaan spreken van oké, nu kunnen we gaan oefenen om richting een B-proefje te gaan rijden.
Of zeg je dat zou daarvoor ook kunnen als je een ander kind zou zijn of een ander lichaam zou hebben of anders in elkaar zou zitten? Ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè? Het is natuurlijk ook dat je iedereen bewandelt zijn eigen pad en iedereen zijn pad gaat natuurlijk zo snel of niet zo langzaam, maar gaat zo snel als dat pad bewandeld kan worden. En daarin is het denk ik niet heel erg leeftijdsbepalend wat of hoe je het kan, maar meer wanneer jij er ook geestelijk en lichamelijk aan toe bent om daar natuurlijk samen met jouw paard of pony een combinatie te vormen en die daar ook de goede hulp te kunnen geven en uiteindelijk natuurlijk trainen zodat het er op de goede manier uit kan gaan zien, denk ik. Ja, ik snap wel wat je zegt. Ja, ik snap wel wat je zegt, maar ik kan me toch ook voorstellen dat een heel gekscherend gezegd dat een kind van 5 heeft oog-handcoördinatie nog niet, heeft nog geen controle over hun eigen lichaam. Dat is bij bijna alle kinderen van 5 jaar zo. Ja. Dus misschien is het dan ook niet haalbaar. Tuurlijk heb je natuurlijk ponies die heel goed kunnen lopen en als die bijgereden worden, kan dat. Wat je zegt, een beetje zo richting de puberteit, dat je word je natuurlijk toch ook bewuster van dingen. Daarbij heb je wel, dat heb bijna denk ik iedereen, dat heb ik zelf ook zo'n periode meegemaakt, als je onderweg echt een keer dik midden in de puberteit zit, dat ook alles vervelend is en alles irritant is en dat je overal boos om wordt. Maar eigenlijk daar inderdaad een beetje, zo rond je 11e, 12e, dan begin je echt wel een beetje bewust ervan te worden van wat je nou eigenlijk precies zelf ook doet, omdat je coördinatie beter wordt en daardoor je natuurlijk ook beter je hulpen kunt geven. En uiteraard heb je mensen die zich veel sneller ontwikkelen. Absoluut. Dus die zijn misschien met 19 al in staat om dat te doen. Ja. En anderen hebben misschien wel nodig tot 12, 13 voordat ze dat hebben. Absoluut, absoluut. Maar het gaat er dus eigenlijk meer om dat je eerst moet leren controle over jezelf te hebben. Voordat je überhaupt kan gaan trainen. Ja, wil je inderdaad van paardrijden de overstap maken naar trainen. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat is dan de stap. Oké. Okay. Ja. We zijn nu bij vorige week ongeveer. Dus dat is Tess, die is nu 12,5. Die is in februari jarig. Nou, we nemen dit op in september. Dus maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Ze is ruim 12,5. En die begint dan nu, zeg maar, met die trainingen. Wat zie je dan in jouw trainingen, of wat zie je nu bij Tess, dat je, waardoor je denkt of vindt dat ze in staat is om meer te leren? Waar haal je dat uit? Ja. Maak jezelf lang. En meteen weer voelen, hè, dat tempo, dat is van jou. Goed zo. Heel erg goed. En ik vind het ook heel belangrijk om leerlingen onderweg heel vaak te vragen wat ze voelen of ze het überhaupt voelen. Want uiteindelijk, ik kan natuurlijk wel mijn boek op gaan lezen zoals ik het ooit geleerd heb, binnenbeen, buitenteugel. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk een heel stukje gevoel bij en dat gevoel moet ook ontwikkeld worden. Omdat je eigenlijk daarin al meteen een beetje aan het investeren bent in de toekomst. Goed zo. Zeker omdat niet elk paard hetzelfde is. En zeker als je zo jong bent, is niet het paard waar je nu op rijdt ook het paard waar je dadelijk op rijdt als je 40 bent. We kunnen bijvoorbeeld ook hebben dat een paard de ene dag heel goed ging en de dag daarna ineens minder goed. Dat je denkt, nou, gisteren ging hij zo goed. Dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat hij ook in zijn lijf van gisteren misschien een beetje spierpijn hebt, waardoor hij het de dag daarna moeilijker vindt. En daar moet je jezelf als ruiter natuurlijk echt naar ontwikkelen of je daarin bewust door kunt blijven rijden. Of dat je, en dat is wel moeilijk in de puberteit, of je daar aan gaat storen. Ergeren, irriteren is misschien maar net hoe je het ziet. Maar dat vind ik zelf altijd wel heel belangrijk. Omdat ik dat vroeger misschien zelf niet altijd goed, vind ik zelf, heb opgelost. Om toch wel die jonge ruiters daar wel bewust van te maken. Dat ook als het een keer een dag niet mee zit, dan maar misschien een dag iets minder goed. Maar wel er bewust over nagedacht te hebben. Wat je aan het doen bent, waarom je het doet en wat eigenlijk je verdere doel is. Niet dat je altijd in vandaag nu bezig bent, maar dat je bezig bent met waar je naartoe wil in de toekomst. Nou, dit is ergens aan het begin van de corona, dus dit is ergens in maart. Vakantekeer. Ja, je ziet eigenlijk wat hier dan natuurlijk ook een beetje gebeurt. Ze komt eigenlijk heel netjes binnen. Daarna het wegdraven is een klein beetje rommelig, dat geeft niet, kan gebeuren.
waardoor ze eigenlijk een klein beetje, denk ik, ook de weg kwijt is. En daardoor ook, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, oh ja, we gaan linksaf, en dat je dan zelf gewoon rechtsaf gaat. Dat gebeurt mij ook nog wel eens. En ik heb zelf, ik ben natuurlijk alles behalve een jurylid. En zeker met iemand die ik lesgeef, kijk ik dan vooral ernaar hoe dat ze iets oplossen. En dat ze, nu zie ik dan wel, zeg maar, weer allemaal dingetjes wat nu eigenlijk bijna niet meer gebeurt. Wat zie je dan hier bijvoorbeeld? Nou, niet meer zo hier in de bocht, dan zie je eigenlijk dat hij zo, dat ze zijn neus stuurt, zie je dat? Ja. En dat wordt nu steeds beter, dat ze echt mooi de schouders om kan sturen. En het is natuurlijk vooral ook belangrijk, het ging hier natuurlijk eigenlijk best wel heel erg goed. Waarom zijn we daarna niet meteen gaan starten? Omdat we eigenlijk in de, nou ja, de corona kwam natuurlijk ook precies, hè, dus dat kwam ook niet heel mooi uit. Maar dat we ook merkten dat in de training het niet altijd constant genoeg was, zeg maar. Dat je best in de training nog wel eens dingetjes hebt dat je denkt, nou, dat heb ik eigenlijk liever niet in mijn proef. Waardoor je daar dan eigenlijk nog eventjes wacht om echt die wedstrijd te nemen. Omdat je anders bang bent dat... Dat je wacht met wedstrijden rijden omdat het niet constant genoeg is. Ja, precies. Ja. En dat omdat er gewoon kleine dingen zijn die ze moeten leren. Ja, wat we natuurlijk in het begin zeiden, dat je thuis natuurlijk het liefst zeker wel 75-80% voor elkaar wil hebben. Was het nu eigenlijk thuis vaak 50, 55, 60 en dan een keer echt een uitschieter erbij. Dat je dacht, ja, nu hebben we het. En dan de dag daarna, of misschien wel ineens de week daarna, dat je eigenlijk niet meer op dat punt kwam. En dat wordt nu gewoon steeds langer en constanter. Je ziet, je zag hier net ook dat ze met haar hoofd nog echt omhoog loopt. Ja. Kijk, dan zie je ook eigenlijk bijna niet meer in de bocht dat die neus een soort de bocht omkomt. Maar dat echt het hele paard de bocht omgaat. Toch zit ze hier, denk ik, op 50%, 60% of zo? Ja, zeker. Want in de training ziet het er beter uit. Ja, maar dat is vaak, in zo'n wedstrijd heb je natuurlijk ook een beetje spanning. En daardoor doe je eigenlijk, je wilt het niet, maar daardoor doe je eigenlijk iets onder je eigen kunnen presteren. En daardoor hoe beter je het natuurlijk thuis voor elkaar hebt en hoe constanter, hoe dichterbij dat komt van je spanning. Hoe zeg je dat? Hoe je rijdt in het moment van spanning. Dus als je onder je niveau rijdt, is het makkelijker. Hoe bedoel je? Nou, kijk, als jij aan het trainen bent op LM niveau en je rijdt een B-proef, dan is een B-proef heel makkelijk. Eigenlijk wel. Terwijl als jij op BB niveau aan het trainen bent en je moet een B-proef rijden, dan wordt een B-proef wel heel moeilijk. Best wel heel moeilijk. Dit is heel mooi. Wat me wel nu opvalt heel erg, is Blondie loopt misschien niet altijd mooi in de houding, maar ze heeft wel een constantere houding. Het is niet of daar of daar. Maar ze blijft eigenlijk een beetje, ja, dat noemen we horizontaal, dat ze een beetje met de oren ter hoogte van de schoft blijft of daarin zakt ze iets. Kijk, hierin zie je natuurlijk ook aan de pony, die is natuurlijk ook weer één jaar ouder, hè? Een jaar. Ja. Ja, maar door jou opgeleid ook. Ja, precies. Een jaar ouder, maar natuurlijk ook een jaar training verder. En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook meteen in zo'n moment dat hij gewoon weet wat er moet gebeuren eigenlijk. Dat is natuurlijk niet dat het altijd hoeft te lukken. Maar dat eigenlijk op het moment dat er spanning komt, dat Blondie dat nog een beetje moeilijk vindt om zich daar een weg in te leiden. En dat Boris daar alweer comfortabeler ook in zijn eigen lichaam in is. En dan zijn er natuurlijk altijd dingetjes onderweg wat minder goed kan gaan. Heel mooi gestuurd. Deze gaan we nog een keer met jou beoordelen. Ja. Ja. Maar de vraag is, wat maakt dat het hier nu voldoende is om B te starten? Wat zie je in Tessa dat, en met de ponies, want het is natuurlijk een combinatie, dat het voldoende is om B te starten? Nou, dat zien we natuurlijk niet alleen in de proefjes, maar vooral ook in de trainingen. En ja, Tessa heeft vaak 3 of 4 keer in de week trainen we. Daarin zie ik gewoon dat eigenlijk al die trainingen qua niveau dichter bij elkaar komen. In plaats van dat je af en toe een uitschieter hebt en dat je daarna weer op zoek bent naar weer zo'n uitschieter. Dan heb je vaker een dag dat het begin misschien iets minder makkelijk is, maar dat je wel weer sneller op je weg naar je doel bent. En hoe dichter je natuurlijk elke dag bij je oorspronkelijke doel bent, zoals je wil dat je pony op dat moment loopt,
hoe je je kan voorbereiden op een proef natuurlijk. Hoe meer je ook weet dat je klaar bent voor die wedstrijd. Want als het thuis nog te veel is van vandaag is goed gegaan en we moeten eigenlijk weer een week op zoek naar weer een dag dat het goed gaat, dan is het eigenlijk nog te onzeker. En nu gaat het eigenlijk bijna elke dag gewoon, zeker eindigen we, gewoon zoals we ook sowieso willen hoe die loopt. Hè. Het is niet dat we alleen maar oefenen omdat we proefjes willen rijden. We willen ook oefenen omdat we sowieso qua combinatie beter willen worden en paard op de goede manier willen trainen, omdat hij zich dan ook op de goede manier kan ontwikkelen. En daar voor zichzelf ook combinatie het beste uit jullie twee kan halen. En hoe constanter dit natuurlijk is, hoe constanter je natuurlijk ook uiteindelijk die proeven kunt gaan rijden. Op welk niveau? Ik zie bij jou altijd veel verschillen. Soms dan ga je in mijn beleving uit het niets achteruit, achterwaarts of ineens heel veel middenaf doen of zo. Waar kijk jij dan naar? Dat is echt een stukje de controle op dat moment. Als ik denk, nou, we hebben genoeg controle dat Tessa het tempo van haar kan houden, dus dat de pony niet doordramt, dan kunnen we daarna weer kijken of dat de pony het tempo overneemt, zeg maar, naar voren. Dan kunnen we daarna weer kijken of we de draf weer kunnen verruimen en daarna weer terug kunnen. En als dat goed gaat, dan kunnen we natuurlijk dat soort dingetjes oefenen. Nu hebben we van de week of vorige week hebben we het achterwaarts meegenomen. Buiten dat het achterwaarts een hele goede oefening is voor de rug van je paard. Dus in dat achterwaarts geef jij zelf ook andere hulpen, waardoor je als ruiter eigenlijk weer een skill extra erbij hebt. Het achterwaarts is, buiten dat een hele goede oefening is voor de rug van je paard, ook een stukje dat hij zich moet overgeven. Zeker als de pony erg naar voor wil heel graag, is best heel goed om eigenlijk van hem verlangen dat hij ook een keertje terug gaat. Je doet het om meerdere redenen. Je doet het dus eigenlijk dat je wil dat jij je pony achterwaarts kan zetten. Het is een goede oefening voor de rug van je paard. En jij hebt eigenlijk weer een nieuwe oefening erbij om zelf ook te oefenen. En als ruiter daar je hulpen weer op een andere manier te kunnen geven. Dus je kijkt zeg maar als instructeur ook heel erg waar is de combinatie aan toe. De ene dag is bijvoorbeeld het lichaam van het paard of pony wat stijver, waardoor je wat meer aan wijken wil gaan werken. Of vind ik dat hij te weinig aan de eenzijdige beenhulpen luistert, dus het been aan één kant. Waardoor je stukjes wijken mee gaat nemen. De andere dag ga je juist weer meer op de voltes werken of juist meer naar voor of juist meer terug. Dus het is ook heel erg per dag dat je kijkt hoe ziet de combinatie er vandaag uit, waardoor je dan natuurlijk als instructeur ook denkt, hoe kom ik weer op het punt van mijn doel en hoe worden we daar beter in? Waardoor je natuurlijk zelf ook als instructeur allemaal skills hebt en dingetjes weet uit andere lesklantjes of van paarden die je zelf rijdt. Dat je denkt, nou misschien is dat weer een oefening die zou kunnen helpen om beter te worden. Nou, ze is nu op B-niveau gekomen. Ja. Na 5 jaar en 7 maanden. Dus dat is een hele prestatie van jullie samen. En ja, ook van vorige instructeurs natuurlijk. Ze gaat nu dan starten. Ze mag de startkaarten halen. Ja. Dus dat is een heel dingetje voor haar natuurlijk. Ja, echt. Ja. En nu? Wat gaan we nu doen? We blijven nu eigenlijk gewoon doortrainen op de lijn zoals we nu doen. En daarin wil je natuurlijk eigenlijk gewoon nog steeds nog constanter worden in waar we nu mee bezig zijn. En doen we eigenlijk altijd iets meer moeilijker trainen als wat eigenlijk proeftechnisch gevraagd wordt. Je bent natuurlijk niet altijd aan het trainen alsof je een proef wil rijden, maar dat je qua oefeningen al een beetje oefeningen meeneemt uit een klasse hoger. Dat je bijvoorbeeld niet 10 punten in het BB haalt en dan denkt, ja, we moeten nu B gaan starten. Of 10 punten in de B en dan denkt, oh jee, we moeten nu L gaan starten. Maar dat je eigenlijk daar in je training al een vloeiendere lijn in kan maken in het volgen van je klasses. En is het dan handig om bij 10 punten over te gaan? Of zeg je van, nou, dat zien we pas bij 10 punten hoe ver de combinatie dat is? Ja, dat is echt heel verschillend. Bij de ene keer zou je denken, oh, je hebt er 10. Nou, je bent goed genoeg voor de volgende klasse. Dus je kan zo overstappen. Maar het kan ook zomaar zijn, ik heb ook wel eens een paard gehad, daar heb ik echt al mijn 30 punten mee uitgereden. Gewoon omdat je niet toe bent aan de hogere klasse. Dus dat wordt nog even afwachten. Ja, dat is gewoon echt, nou ja, dat is weer, je bent zelf niet elke dag hetzelfde. Je paard is niet elke dag hetzelfde.
ja, je bent gewoon altijd aan het kijken hoe ben je op die, wat ben je op die dag ook waard. En daarin ben je natuurlijk op zoek naar je hogere doel. Heb je nog laatste tips voor mensen die beginnen met paardrijden of nu net een paard gekocht hebben of de mogelijkheid hebben om op één paard te rijden? Heb je dan tips van joh, wanneer, want joh, ik ben oud, stel ik wil in de B starten. Nou, ik weet inmiddels dat ik dan echt nog wel wat dingetjes moet verbeteren voordat ik daar überhaupt over na moet gaan denken. Dus in het algemeen genomen, heb je nog tips voor mensen die aan een paard beginnen? Misschien al wel heel prima kunnen rijden, maar ja, niet per se proefgericht heel goed kunnen rijden. Nou, het is natuurlijk vooral belangrijk dat je zelf ook plezier in hebt om natuurlijk een keer een proef te gaan rijden. Dat je niet, ik weet zelfs iemand die was zeer zenuwachtig. Even geduld. Misschien kun jij je er eigenlijk beter niet mee bemoeien, Siri. Ik ken zelfs iemand die was zo zenuwachtig, daar zeiden ze tegen, hé, je mag beginnen en dan AXC binnenkomen in draf. En zij wende af, juist bij de C en reed richting de A en ging op X halt houden en dacht, waar is die jury eigenlijk? Dan ben je wel echt heel zenuwachtig. Ja, dan ben je echt heel zenuwachtig. Dan weet ik ook niet of het in die zenuwen jou, of dat jouw perfecte moment is om dan op wedstrijd te gaan. Geef jezelf ook de tijd om je te ontwikkelen naar die proef. Zorg dat als je een proef wil rijden, dat je die proef misschien wel uit je hoofd weet. Of misschien wel vaak oefent. En dat je daar dus ook handiger wordt om die oefeningen of die proef te rijden. Want je hebt ook wel eens dat elke oefening los van elkaar eigenlijk heel goed gaat. Maar als het ineens al die oefeningen in 7 minuten moeten, dan is het ineens best een hele opgave. Dus vergeet ook niet in je training wel eens dingen achter elkaar te oefenen, dat je daar ook handig mee wordt. En gun jezelf vooral de tijd om er naartoe te werken en vergeet zeker geen les te nemen. Dat er iemand vanaf de grond met je mee kan kijken. Want en je als ziet, laatste natuurlijk, vergeet geen plezier te hebben in het plezier paardrijden. Gaan we sowieso maken. We gaan nooit stoppen met plezier met paarden. Daan, bedankt voor deze complete uitleg. Oh, er begint hier nog een. Ja, dan gaan we jou eigenlijk mee moeien. Ja, precies. Bedankt voor deze uitleg. Ik hoop dat onze kijkers er allemaal iets aan hebben. Dat hoop ik ook. En vragen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden. Ja, laat ze dan hieronder achter in de comments. En dan komen ze vast bij jou allemaal terecht. Vastel. En misschien maken we dan nog wel een deel 2. Oh ja, oh, dat is wel leuk. Met alle vragen. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doei!